De hevig geschrokken bestuurder wordt door een buurvrouw opgevangen. Wonder boven wonder is hij niet gewond geraakt en kon hij zelfs zijn ouders inlichten. Nou, door mijn zoon zelf, die belde op en wij zaten bij IKEA Breda. Van kom alsjeblieft hier, auto totaal los, boom op mijn auto, dat was het. Extra zuur voor de man is dat hij zijn auto net voor een fix bedrag gaat laten repareren. Als ik het goed heb, rond de 4000 euro. En dan gebeurt er zoiets? En dan gebeurt er zoiets, ja. En hij moet volgende week met vakantie, dus hoe dat moet, ik weet het niet. De brandweer heeft een deel van de Assenburg afgezet, want de boom had behoorlijke schade aangericht. Buurtbewoners schrokken zich rot toen ze de harde klap hoorden. Ja, het was ontzettend schrikken, ja. Ik stond daar en ik rende gelijk naar beneden. Gelijk naar buiten om te kijken hoe het met die man was, maar er waren al andere mannen naartoe gegaan en die hebben gekeken of het goed was en het was gelukkig goed. Dus hij is er ook zelf uitgekomen uit de auto. Hoewel het stevig waaide, verwachtte niemand in de buurt dat de boom zou omvallen. De bewoners zijn bang dat de werkzaamheden die kort geleden werden uitgevoerd de oorzaak zijn. Ze hebben hier onlangs opnieuw bestraat en al die wortels zijn eraf, dus ja, misschien is het daarom omgevallen, maar ik weet niet zeker. De gemeente laat weten dat ze ervan op de hoogte is dat een aantal bomen in de Assenburg, de zogenoemde robinia's, in slechte condities verkeert. Dat bleek vorig jaar bij werkzaamheden. Toen is er uit voorzorg al een boom omgezaagd. En er zijn inderdaad wortels verwijderd omdat die de stoeptegels omhoog duwden. Maar de gemeente denkt niet dat dat de oorzaak van het ongeluk is geweest. Het was de harde wind die de boom in de Assenburg en zeker 8 andere exemplaren in de stad omverblies. De komende jaren wil de gemeente de robinia's vervangen, maar dat gebeurt alleen als nieuw aangeplante bomen in de buurt groot genoeg zijn.